Het Surinaam Spaar- en Stabilisatiefonds is in 2019 afgekondigd en heeft als doel om een belangrijk deel van de inkomsten uit de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen te sparen voor de toekomstige generaties. Vandaar dat Stichting Projecta het initiatief heeft genomen om de voorzitter van het fonds, Karel Eckhorst, te vragen een inleiding te verzorgen waarbij hij meer informatie verschafte over wat er sinds 2019 is gebeurd en wat er nog moet gebeuren, zegt directeur van Projecta, Shara Ganga. De discussie over het Spaar- en Stabilisatiefonds is slechts een eerste stap in een bredere maatschappelijke bewustwording en discussie over de besluitvorming rond het beheer en de besteding van de verwachte explosie van inkomsten uit de olie- en gasindustrie. Het is ook een eerste activiteit van ons in een traject om na te gaan hoe civil society zich zou moeten organiseren. Want ook wij moeten ons huis in orde krijgen, op orde krijgen en onszelf versterken om te waken in het belang van rechtvaardigheid, in het belang van mensenrechten en in het belang van het milieu. De wet is aangenomen in 2017 en daarin staat dat om de 5 jaar de regels moeten worden herzien. Het beste moment is dus nu om de ingrepen in het fonds te plegen, zegt Eckhorst. Vooral hoe die samenvalt met een andere ontwikkeling. Maar in het kader van het IMF-programma hebben we voor de financiering, vooral voor de begrotingsfinanciering, hebben ook andere internationale financiële instellingen gevraagd om te ondersteunen. Omdat het IMF grotendeels betalingsbalans steunt. En een van de financiële instellingen is IDB. Maar net als het IMF-programma zijn er ook condities bij de policy-based loans van de IDB. En een van de prior actions is revisie van de wetgeving voor deze PBL, dus voor deze policy-based loan, revisie van die wetgeving, versterking van die wetgeving. En voor de volgende policy-based loan is veranderen van die, echt veranderen van die wet. Dus nu doen we een, of de prior action is de voorstellen doen. En in een tweede, bij de tweede PBL van 150 miljoen volgend jaar is het dat die wet dan gewijzigd moet zijn. Waar ook rekening mee moet worden gehouden is de enorme schuld waar Suriname mee zit. Omdat je niet in een situatie terecht wil komen waar je wilt lenen om te sparen, verduidelijkte Eckhorst.